lekker bij elkaar zitten. En af en toe gewoon seks. De jongeren hebben tegenwoordig heel zwaar, allemaal burn-outs, te weinig geld. En raad eens waar dat geld heen gaat. Allemaal lineair rechten naar de ouderen. Dus eigenlijk mogen de ouderen ook echt wel een keertje wat voor ons terug doen. Nog meer terug doen, doe ik al niet genoeg voor je. Ja, dat is waar. Eigenlijk moeten we ook niet zo zeker. Oh. Jullie zijn wel de generatie die het allerlekkerste heeft gehad, hè, de afgelopen decennia. Ik weet van niks. Het is een hele negatieve beeldvorming waar jij het over hebt. Dat wij het zo goed hebben gehad. En nu worden we aan alle kanten gekort. Dus in dat opzicht... Dus jullie hebben het ook heel naar. Ja, wij hebben het ook heel naar. De jongeren van nu die zitten maar te zwoegen met burn-outs, hoge studiekosten. En dat heb jij gedaan. Oh, nou. Dan heb je pech gehad dan, want jij hoort erbij. Er gaan hier zelfs dingen er rond in. Dat ouderen eigenlijk niet meer mogen stemmen vanaf hun 65. Ja, ze leven toch maar heel kort. En zij... Nee, dat is een goeie, ja. Vind je dat ook? Ja hoor, dat vind ik prima. Er gaan steeds meer stemmen op dat uw stemrecht zou moeten worden afgenomen. Nou, nee, dat ben ik niet meer eens. Nee? Nee. Maar u maakt hele destructieve keuze omdat u toch bijna dood bent. Noem dat vrij. Ja, het gaat voor de komende 4 jaar. Ja. Ik bedoel, je kiest waarschijnlijk niet eens meer voor jezelf of voor de toekomst, maar... Natuurlijk wel, over 4 jaar zijn we er toch nog wel. We blijven gewoon doorgaan, die oudjes. We blijven gewoon doorgaan. Ja, toch? Wanneer houdt het nou een keer op? Nooit. Al die jongeren die maar krom moeten liggen met de studie en jullie die langer blijven doorleven. Ik moet maar eens een keer gaan werken. Het wordt ook eens een keer tijd dat ze gaan werken, want het kost helemaal geld zat eigenlijk. Dus, ja, maar bij sommige 90 jaar denk je ook, nou, het wordt ook tijd dat jij een keertje... Daar gelijk in, ja. Ik ben heel erg benieuwd naar het seksleven van de ouderen, want daar hoor je nooit iets over. Wat moeten we zeggen? Ja, zeg het maar. Op een laag pitje. Op een laag pitje, ja, natuurlijk. Ouderen en seks, dat schijnt een enorm taboe te zijn. Is dat zo, ja? Ja, is dat zo? Nee hoor. Niet? Niks uit. En is het nou nog steeds even lekker als je oud bent of gaat het allemaal... Op het laatst wel. Wat zeg je? Op het laatst wel. Dus het is allemaal gewoon nog... Wat denk jij? Hoe is het seksleven? Geweldig. Ja? Ja. En is het dan, wordt het harder of wordt het minder hard? Of... Heel veel minder. Lekker bij elkaar zitten. En af en toe gewoon seks. En gewoon seks? Ik bedoel, wat doet u dan? Nou, net hetzelfde wat jij doet. Gewoon echt nog helemaal... Ja, helemaal. Hij staat vol aan. Ja, prima. Is dat lekker? Ja. Doe je er nog helemaal... Ja, tuurlijk. Waarom niet? Gewoon, wij zijn een van de weinigen, joh. Is dat gezellig? Ja, tuurlijk. Zo hou je de relatie goed, hè? Zeker, dan gewoon 1 keertje in de week, 1 keertje, maar gewoon af en toe. Af en toe. Maar dan wel gewoon helemaal bij elkaar... Tuurlijk, allicht. Vind je dat raar? Volgens mij wel, hè? Jongelui vinden dat raar, want dat merk ik met onze kinderen ook. Maar ook met tongzoenen en dat soort dingen. Alles hoort erbij. Oraal. Oh, alles. Nou, dat willen wij heel graag tussen ons houden. Ja, zie je wel, maar waarom is dat taboe toch zo groot? Wil jij dat delen met iedereen? Nou ja, dat is toch wel... Nee, maar dat is gewoon een vraag van mij. Wil jij het met andere mensen delen? Ja, de jongeren doen het wel, maar de ouderen doen het niet. Zo jongeren onder elkaar. Ja, dat wel. Wij ouderen onder elkaar misschien ook. Ouderen onder elkaar. Niet, maar wij niet met jongeren. Ja. Klein kussie dan. Oké. Okay. Nou hoor. Heb je het erop staan?